Omhoog! Omhoog! Een klein beetje nog. Er is een jarig, hoera, hoera. Het was wat stress. Godsidori. Maar we zijn er. We gaan omhoog te eten. Are you ready for the party? Yes! Let's go! Okay! Hey, goedemorgen. Het is één dag na 1 maart en ik heb een beetje stout gedaan. We laten het leven in de gloria. Hi lieve tatties, welkom bij weer een nieuwe video. Ja, er is iemand in onze tuin bezig, jongens. Yes! Finally! Weet je nog dat Sergio heeft geprobeerd om beton te storten? Voor het terrasje voor ons huis, waar we uiteindelijk dus graag een extra kamer van willen maken. Nou, dat was niet helemaal goed gegaan. Het is ook heel erg lastig. Maar ja, soms moet je dingen proberen om erachter te komen dat het niet is. Ik ga iets anders doen vandaag. Wat ga jij voor anders doen dan vandaag? Nou, ik ga vandaag met mijn vriend ga ik naar Monkey Town. Ja, dat is... Dat kennen jullie toch wel? Zeker. De stad, daar gaan we naartoe. Ja. Hartstikke leuk, jongen. Veel plezier. Hè? Ja. Ah, alleen dit kan geen draad. Oh. Moet ik even snippen zijn. Zo zag het eruit. En de fijne meneer gaat dat voor ons oplossen, hopelijk. Hij is begonnen. Behoorlijk goede geluidsdemping voor deze ramen. Het is zondag en gisteren is Adam bezig geweest met ons hele mooie, nog niet zo mooie terras. Het loopt natuurlijk weer niet allemaal zoals gehoopt. Het is echt knijterveel werk. Ja. You win some, you lose some, hè, als je het zelf probeert. Dus soms is het dan wat extra werk achteraf. Maar goed. Vandaag zou het regenen. Dus hij komt hopelijk aankomende week ergens als het wat mooier weer is weer terug. Het was echt heel zwaar werk en hij doet het ook zelf. Omdat het gewoon echt goed moest gebeuren nu. Ja, maar goed. Het is een proces. Hij is al geweest. En we gaan vandaag even gezellig, laatste dag van het weekend, naar een gamehall. Je hebt het laatste moment. Hi, lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. Hey, wie is er bijna jarig? Ik, Jesse. Jesse, hoe oud word je? Jesse Silver. Hoe oud word jij? 5. Wow, en daarvoor gaan we cupcakes maken, zodat je lekker iets hebt om uit te delen. En je ziet al pindakaas. Bij de bezo. We zijn al een beetje verder. Ja, we zijn al een beetje... Kijk, als je hierin kijkt, zie je al een paar dingen. Wat dan? Wat dan? Wat zit erin? Een dat, geel. Boter. Boter. En suiker. En suiker. En wat ga je er nu bij doen? Nu is het de vierde ronde is... Ja. Is pindakaas. Pindakaas. Nou, doe er maar lekker veel in. Alles? Nou, alles. 8 eetlepels mogen erin.
Dat is 1. 12 hours later. Ik ga je even helpen, ja? Was dat de derde eetlepel? Ja. Derde lepel. Ja. En wat ook altijd leuk is, als je gaat bakken, ja. Wat mag je dan vaak doen? Weet je niet. Aflikken! Ja. Dat hoort er wel een beetje bij, hè? Mm-hmm. Hoeveel moet er staan? Op 1. Oh, kijk! Oh, het ruikt nu al lekker. Het ruikt lekker, hè? Oké. Okay. Dan gaan we zo meteen de eieren erbij doen. Mm-hmm. De bloem. Mm-hmm. En een beetje bakpoeder. Mm-hmm. En de karnemelk. Mm-hmm. That's it? Ja. Toppie. 400 gram. Nee, 400. 3 cijfers komen er te staan. Ja! Goed zo. 401. Ja, 401. Eentje kunnen we er nog wel. Maakt niet uit. Langzamer, daar staat nu nog op standje 1. Dus zet hem maar op. Hij staat op 3. Zet hem maar op 1. Ja? Dan mogen er 1 voor 1 de eieren bij. Oké. Okay. Dan gaan we langzaam. De ei zo. Oh, dat is 1. Ja, oh. Nummer 2. Hoppakee. Lekker. Het ruikt echt lekker. Nummer 3. Oh, het ruikt echt nog lekker. Even wachten. Ja, het ruikt heerlijk. Dat mag. Nee. Nu? Nee. Nu? Is het al genoeg? Nee. Hij moet er zo bij. Moet je plassen? Kom! Nee. Oké. Nou, doe er maar bij. Oké. Nummer 4. Goed zo. En nu nummer 6. Nee, ja. Zo meteen. We gaan nu eerst de bakpoeder erbij doen. En dan de bloem en dan de melk. De bloem zit erin. Nou mag de melk erbij. Waar is melk? Daar in de kan voor je. Voor je neus. Yes. Ja, goed hoor. Ja. Echt lekker. Even zwaaien, mama. Ophouden. Omhoog. 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 Hoog en open. Ophouden. Omhoog. Omhoog. Opa! Omhoog en open. Nee, niet dicht. Anders kunnen we niet. Omhoog, omhoog. Nog een klein beetje nog. Omhoog, open. Opa! Open. Oh, pas op. Omhoog. Ja? Gaan we filmen? Plassen. Dan moet je de camera even neerleggen. Helemaal plassen, schat. Maar ik kan niet filmen. Dat geeft niet. Plassen is belangrijker. Ja, kan je wat verder weg? Ja. Ben je fotograaf? Alles. Ja, alles is vol. Mag die uit? Ja. Toppie. Hai, ja. Dankjewel, assistent. Thank you. Ze staan in de oven. 170 graden, 20 minuutjes en dan gaan we even testen. Ja.
Maar mag ik bij Suzak spelen? Weet ik niet. Ga maar de deur open doen. Pak je. Pak je? Kom maar hier. Kom jij eens even kijken. Wat? Ik denk dat ze klaar zijn. Nee, nee, dat hoeft niet, Kijk. Wow! Heet, hè? Heet. Wow. Heet. Hé, hey, die zijn goed gelukt. Ja. Dat ziet er goed uit, hoor. Hey. Ja. Ja, lekker hard. Wel een beetje zacht. Ook nog een beetje zacht. Ja, maar ik bedoel wel goed gebakken, gestold. Nou, even af laten koelen en dan kunnen we er zo even eentje proeven. Zo, Jessie. Jij mag hem proeven. Lekker. Ja, is die goed? Heb jij goed gemaakt? Waar ga je naartoe? Ik pak ze even drinken. Maar mag ik ook nog proeven? Oké, jij mag deze. Dankjewel. Dat je denkt van, ik wil ook nog proeven. Kant bovenlaagje. Hij is goed gaar. Dan gaan we ze nog inpakken met fondant. En dan maken we er kleine tootjes van. De tootjes van Super Mario. Ja, nou, een cupcake is wat vaster dan een muffin. En toch willen we nog een keer iets van een bakcursus doen of zo. Ik vind het eigenlijk best leuk. En ik fabriceer altijd van alles en komt meestal wel goed, maar het is altijd net niet hoe het hoort, denk ik. Dus net die finesse daarin zou ik wel willen leren. Maar voor nu kan dit prima door. Heerlijk. Warm. Oei. Ja, je ziet het al, een slinger hier achter mij, want... 5 jaar geleden, schat. Ja, 5 jaar geleden, over ongeveer 3 uur, ja, verloor ik mijn bloedprop. Had ik weeën. Nou, zo erg was het nog niet. Nee, toen nog niet. Kom, we proberen nog wat te slapen, tuurlijk. Probeer jij nog wat te slapen? Ik kan echt niet meer slapen, dacht ik. Wie zei dat? Jij. Echt niet? Echt wel. Tuurlijk. Ja. Negeer maar gewoon. Nee, jij hebt nog geprobeerd een beetje te slapen, maar ik kon niet echt meer slapen. En volgens mij zei jij van, ga dan maar slapen, want het is nog niet, het is wel, ik voel wel het een en ander, maar ik weet nog niet, zeg maar. Het was iets van 3, 4 uur 's nachts. Nou, 4 uur 's nachts zijn we eruit gegaan, dat weet ik nog wel. Ja, was het eerder dan? Om twee uur, toen ik had mijn bloedprop, om 4 uur toen ben ik uit bed gegaan, toen, ja. Ja. Nou, toen heeft het nog heel lang geduurd. Ja, dat was inderdaad lang, hè? Want ik denk dat we om 4 uur 's middags uiteindelijk pas de verloskundige is geweest. En toen was ik dus al zo lang eigenlijk, had ik weeën. En zo toen, lang, ja? Ja. Nee. En toen gingen we, eigenlijk was de bedoeling dat we naar het Leijenburg ziekenhuis zouden gaan, wat vlakbij ons was. Maar die zat vol en ik wilde graag in een bad. Toen moesten we naar het Westeinde. Ja. En voor de Hagenezen onder ons, het beroemde kruispunt bij... de Zevensprong. Bij de Zevensprong, zeg maar. Dat je dus echt denkt van, oké, ik sta hier 10 minuten. Dat je echt denkt, als je nou weeën hebt, dan is dat de hel. Dat je daar voor moet staan. Nou, daar stonden wij. En die route die hadden we ook nog niet eventjes even geoefend. Wij Hagenezen onder elkaar trouwens. Wij Hagenezen. Ja. Dus, nou goed... En toen werden we daar heel goed geholpen. Toen heb ik nog in een opblaasbaar bad gezeten. Ja. En dat was wel heel relaxed, maar op een gegeven moment trok ik het echt niet meer. Nee. Toen zei ik, als het nou nog niet, want op een gegeven moment toen gingen de weeën niet echt... Ja, de ontsluiting was voldoende. Alleen Jessie kwam maar niet. Nee, in het bad gingen we niet echt zo spoedig. En toen het ging eerst heel snel en toen dachten ze ineens van, nee.
Het gaat nou wel wat langzaam. Gestagneerd. Ja. Ja. Toen dacht ik echt van, ik kan niet meer. Als er nou niks komt, dan wil ik iets. Maar het was al te ver voor een ruggenprik of zo. Dat kon niet. Toen ging ik aan het lachgas. Nou, dat was helemaal niks voor mij. Want ten eerste dacht ik echt van, ik voel er geen reet van. En volgens mij het moment dat ik moest zuigen, terwijl ik een wee had of zo. Dus tijdens de wee ging ik... En toen als ik dan vrij was, dan ging ik aan dat ding lopen lurken. Dus het was, volgens mij denk ik dat helemaal niet goed. Ja, het is inderdaad een vrij korte termijn ding. Dus op het moment dat je pijn hebt, dan moet je hem juist lurken. Ja. Ja. En uiteindelijk is die... om 22:22 geboren op 2019. Ja. Maar ik zit even te kijken, want ook daar hebben wij natuurlijk een video over gemaakt. En die is nog steeds zeer populair. Een bevallingsvlog. Ja, ja, en die is dan meer dan een half miljoen keer bekeken. Kijk. Dus ik hoop bevallingsvlog... dat ik daar toch een hele hoop mensen mee geholpen heb ook. Ja, en de bevallingsvlog deel 2 ook. Nou, die is de niet zoveel. Nee, niet zoveel, maar wel nee, veel. Nee, die is ook veel, ja. Ja, nou is ons manneke, is die al 5. Manneke wordt 5, ja. Ja. Een grote jongen. Ja, en dit jaar was het dus Mario thema. Ja, laat jij even lekker alles zien. Ik ga naar bed, want ik ga al 5 uur op mij gaat de wekker. Ja. Laat me even cupcakejes zien. Ja, ja, even jouw toot. Love you. Een soort van. In gedachten, in een hele rijke fantasiewereld, is het dood. Ja. Nee, niet lachen. Nee, is echt heel mooi. Ja, dus we zijn, we hebben weer allemaal slingers opgehangen. Van Mario. Ballonnen. Leuke zeiltjes. Zijn eigen slinger weer opgehangen. Zo. Deze slinger heeft hij samen zelf met oma gemaakt. We hebben weer alvast het een en ander een hoekje gemaakt waar we dadelijk foto's gaan maken. We hebben wat slingers daarboven opgehangen en vandaag ook in zijn kamer stiekem. Deze heeft hij ook met oma gemaakt. Zelf. En hier hebben we allemaal spulletjes. Dit gaat voor in het uitdeelzakje zijn. We hebben een enorme kist besteld voor het kinderfeestje. En hebben we dus allemaal maskertjes, nep tattoos, snorren, een Mario pak voor Jessie. Dit zijn de zogenaamde toads. Ze zijn niet goed gerezen. Dus ze zijn heel erg plat geworden. Dus het idee was leuk. Dus nu zijn het een soort van witstippende lieveringbeetjes. Of gewoon paddenstoeltjes met ogen. Nou, hier hebben we nog wat ballonnen. Mario thema happy birthday. En dit is dus de kist die we besteld hebben. En daar zit dus nog ook heel erg veel in. Ook voor spelletjes. En sterren die ze kunnen winnen. En nou weet ik het allemaal. We hebben ook nog wat gas besteld. Zodat we ook nog wat leuke heliumballonnen. Dan is het geen gas toch? Dan is het helium. Of zo. Nou ja. Anyway. Weet je wel, die ballonnen die in de lucht blijven hangen. Die. En waar je een gek stemmetje van krijgt. Die. Dat hebben we nog even besteld, want dat vindt hij eigenlijk altijd zo leuk en dan blijft hij altijd zo lang mee spelen. En het is zo lekker makkelijk, weet je wel, want heel het huis lijkt heel erg vol en versierd. En die dingen hangen gewoon in de lucht, dus dat is hartstikke leuk. Nou, ik ben weer benieuwd naar zijn gezichtje morgenochtend. Een paar dagen geleden waren Sergio en ik 7 jaar samen, jongens, 7 jaar. En daar gaan we iets leuks voor doen. Sergio heeft iets geregeld. En ik weet nog niet wat. Dus dan gaan we naar mijn werk
naartoe. Dus ik ben heel benieuwd. Voor nu ga ik ook slapen. Trust, jongens. Er is een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien. Dat is Jessie Silver. Dat vinden wij allen zo prettig, ja, ja. Elk ruikt iets van de trappen van de... En daarom zingen wij... Blij, 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 blij. Hij leven lang, hoera, hoera. Hij leven lang, hoera, hoera. Hij leven lang. Hoera, hoera. Hey, jongen. Ik wil eentje van die masker mee naar de BSO. Dat ik dan op kan doen. Kijk eens wat papa gemaakt heeft voor de BSO. Oh ja. En jij zelf, hè? Ja, ja, samen met papa gemaakt, hè? Hoe vind je de versieringen? Leuk! Joepie! Oh? Ballonnen! Oh, nee! Pietjes! Pietjes! Peaches, 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 I love you. Wow. Wat zit je te doen? Denk je dat er wat in zit? Er zit niks in, schat. We kunnen toch ook een tennis erbij maken dat we dan ballonnen moeten knallen met een vork. En dat dan degene die de naam erop staat... Die mag dan een cadeautje geven. Oh. Nou, had je dat bij Maël gezien? Ja. Ja, dat is wel een leuk idee. Maar wij hebben iets anders bedacht, schat. Mario! Dat is voor zaterdag, hè? Voor je feestje. Nog meer Mario! Hey, Jessie Silver. Jarig joppie. Papa is inmiddels ook thuis. En wij gaan wat leuks doen als verrassing van papa. Dus wij weten nog niet wat. Maar voordat we dat gaan doen, moeten we natuurlijk Jessie Silver nog een cadeautje geven. Want blijkbaar is die jarig. Hoe oud ben je ook weer geworden? Vijf. Vijf. Oh. Dat is een mooie leeftijd. Dat is al één hand vol, Jess. Hè? Ja. Nou, eens even kijken hoor. Of wij nog een cadeautje hebben voor jou. Oh. Oh, dit is zo'n nieuwe game ding. Waar je dan mee kan spelen. Wat is het dan? Oh, dit is de allernieuwste Mario. Ja. De laatste. De allernieuwste, hè? De allernieuwste laatste. Dit is Mario 3. Nou, dat is... Nee, dat is voor kinderen vanaf 3 jaar. Het is Super Mario Bro Wonder Bros. Oké. Ben je er wel blij mee of niet? Of moeten we hem nog terugsturen? Hè? Nee. Oh, oké. Gelukkig maar dan. Dit is die waar Mario in een olifant kan veranderen. Oh! Oh, nou wordt hij enthousiast. Oh, krijg ik toch nog wel een knuffel. Oh. Hé, maar weet je wat mooi is? Dit is de game. Dus, die kan je meenemen. Dus dan kan je hem altijd spelen. Ja. Kunnen we die meenemen? Ja, dan kun je hem dus meenemen met je Switch. En dan heb je geen internet nodig. Maar zit er hier dan een ding in? Ja. Oh. Hou van jou. Ik ga met mijn Nintendo Switch. Oké, doe je maar even Nintendo Switch. Dat was Tess. God, Sidori. Maar we zijn er. We gaan op hoogte eten. Je
Nou, dat is leuk. Dat is een verrassing. Oh, en je kan zelfs je eigen eten maken. Eerst even je jasje uit doen. Zo. En je schoenen voel goed vast, hè? Je schoenen goed vast. Zo. Lekker. Oh, hier heb ik wel trek in. Is het gourmet of is het grillen? Gourmet. Zit er een Nee, doe maar even niet. Ga ik even zitten. Is het onbeperkt of is het gewoon... Oh, kijk uit voor je hand. Ik weet het niet. Oké. Okay. Ik dacht dat het vet was of zo. Ik wist niet eens dat het vet was. Je dacht gewoon, we gaan gewoon hier. Ja. Oké, okay. Hartstikke leuk. Wat is de schijf van school? Sorry, dat is zo onremmig. Godzijdank. Dankjewel. Nou, dat is leuk. Hè? Die is voor jou. Oh, dat was heel snel. Happy birthday. Hey. Oh, en ook nog voor ons. Mm. Is er iemand zwaar geworden of zo? Hij is nou 5. Hij is nou 5, hè, ineens. Het is dubbel zo zwaar. 25 kilo. Oh. Slaap lekker, moppie. Slaap lekker. Zo. Druk met de voorbereidingen van onze vent. Oh, moet niet vergeten en nog liedje uit te zoeken. Moet ik ook nog even doen. Voor de bom? Voor de bom, spel? Allebei. Bom en een stopspel. Ja. Maar nou, de maskers liggen klaar. De uitdeeltasjes zijn gevuld. Daar zit onder andere een bandje in. Bandje in, weet je wel, die je zo om je pols slaat. Stickers, stiftpen. Ah, kijk nou. Hihi. Een leuke pen. En nog een leuk stempeltje. En ze mogen allemaal een masker mee. En de kids die dus op het klassenfeestje zijn, om het zo maar even te zeggen, kinderklassenfeestje, krijgen ook nog, ja, we zijn vol met de voorbereiding bezig. Gaan ze zwaarder maken. We hebben de tafel versierd. De ballonnen hangen overal. We hebben even ruimte gemaakt in huis. Deze voor de jager Joppe was klaargezet. Ik twijfel of hij hem op wil. Nee, tuurlijk niet, want hij moet als Mario. Mario pak. En de kids en wij gaan ook een Mario pet opdoen met een snor. Een klein snor. En dit is mijn draaiboek, jongens. Ja, mijn draaiboek. Dus, maskers uitzoeken. Als eerste starten, tweede, vijfde. Waar zijn alle munten? Ja, dus we gaan knutselen. We gaan allemaal spelletjes doen. We hebben munten verstopt. En ze moeten allemaal activiteiten doen. En elke keer als ze dan een activiteit hebben gedaan, dan verdienen zij een ster. En elke keer als zij 2 sterren hebben verdiend met een activiteit, dan krijgen ze een stuk van deze schatkaart. En deze schatkaart die ga ik dus in 4 stukken knippen. En zij moeten dus Pietjes bevrijden. Ja. Pietjes. En Pietjes, dat is de schatkist die we hebben verstopt. En daarin zit dan hun prijs. Allemaal snoep.
Ja, dus we gaan ook nog cupcakes maken en laten versieren. We hebben plaktattoos. We hebben natuurlijk een fotomomentje in de hal. Ja, hier hebben we dus ruimte gemaakt, zodat we de activiteiten kunnen doen. We gaan het plak de snoorspel doen. We gaan de floor is lava soort variant erop doen. We gaan het bommenspel doen. We gaan met de figuurtjes een spel doen. Dat ze telkens moeten raden wie er weg is. Het shakespel. Ja, en de rest ga ik denk ik even wegleggen, want daar gaan we dus ook niet alles mee doen. Maar dan kan ik dan altijd nog tevoorschijn halen. Nou, het is me wat. Too much to mention. En dit is de cadeautafel. Dus ik hoop dat ze het helemaal naar hun zin gaan hebben. Oh, het is blijkbaar al 10 uur, want ik moet mijn pillen nemen. Sergio is ondertussen ook al heel erg bezig met voorbereidingen. Ja, ik had ook nog even een cateringetje. Je had ook nog even een cateringetje, maar ook natuurlijk voor morgen. Ja, ik heb daar kipspiesjes. Kipspiesjes. Heb ik gemaakt. Ja. Aardappeltjes. Ik hoorde dat hij frietjes wilde. Ja. Aardappelkroketjes heb ik. Tomaten saus voor de pizza's. Ik ga zo meteen even deeg maken. Nee, deeg voor de pizza doe ik morgen vroeg. Ik ga wel even brooddeeg maken zo meteen. En de cupcakes? Ja, die cupcakes die hebben we al. Dat zijn van deze. Oh ja, dat zijn die... Die hebben we nog best veel. Die kleine. Ja, weet je, maakt er niet uit. Beetje lage, lage cupcakes. Moeten wel vragen. Een cupcake is die aan zich oké. Okay. Een cupcake is namelijk vaster en anders had ik een muffin moeten maken. En die is net wat ander beslag. Ik dacht dat je muffins ging maken. Maar maakt niet uit. Wat ik wou zeggen, dat we wel even moeten dat we wel even moeten vragen of sommige kinderen ergens allergisch voor zijn inderdaad. Want blijkbaar op de BSO was er iemand allergisch voor banaan. Ik weet alles. Okay. Ik weet alles. Oké. Okay. Nou ja, leuk. We hebben hier dus ook versiering nog voor in de cupcakes. En we hebben een nieuwe sok binnen. Nieuwe sok. Oh, ik ben zo benieuwd. Oh, ik hoop wel echt dat die past. Jij mag hem... Ja, dit vind ik... Je weet nog, onze lieve volger, die een onwijs mooie sok had gemaakt, maar die helaas niet helemaal goed paste. Onze Nel. Veel liefs. Ze heeft een nieuwe gemaakt. Een nieuwe poging. Lieve mensen, hier ben ik weer, jullie haakster. Hopelijk past deze hoes sok wel. Veel plezier ermee. Laat je het even weten. Lief snel. Zeker weten naar jullie. Nou, ik ben benieuwd. Even checken. Het is waarschijnlijk een beetje lastig om te zien. Maar de cilinder is zo zwaar. En kijk, ze heeft een hele leuke bovenkant eraan vastgemaakt. En heel slim dat we hem kunnen aantrekken. Hij is in ieder geval een stuk breder dan de vorige keer. En dat was inderdaad het probleem, want hij moest eronder. Ik heb hier een goed gevoel over. Haha, yes! Yes! Hier word ik zo blij van, hè? Oh. Kijken. Ja, kijken, man. Dat is toch helemaal leuk? Ik weet 100% zeker dat er nog nooit iemand is geweest die één... een cilinder thuis heeft staan om, nou dat geloof ik wel, om spaarrood te maken. Maar om daar dan gewoon een sok voor te laten haken. Ik weet zeker dat wij de eerste zijn. Oh, leuk man. Ja, lijkt een flamoesje. Kijk dan. Oh nee, dat lijkt een flamoesje. Hallo. Oh. Zo moet die zijn. Ja, is er lachen? Ik vind hem echt super gaaf. Ja, ik ben er echt blij mee.
bedankt. Mwah. Ja, maar nou hoeft hij ook niet zo lelijk daarin. Hoor. Nee. 1, 2, 3. Mario! Woehoe. En ineens hadden we daar Mario. It's a you, Mario. It's a me, Mario. It's a me, Luigi. Are you ready for the party? Yes. Let's go! Oké! Oké, alles is weer een beetje aan kant. En we hebben nog eventjes totdat de volwassenen komen. Dus we hebben hem omgeturnd. Tot de volwassenen komen met... Kom hier liggetjes. Met de andere kids. Ready for part 2. Wauw! Hey, dat heb ik ook! Oh. Ja, is leuk hè? Lang zal hij leven, lang zal hij leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hoera! Piepa de piep! Hoera! Een hele goede morgen deze morgen. Waarom is mijn gezicht zo rood? Misschien omdat we een robotje op hebben. Dat doen we nooit. Nou, één glaasje. Ja, nou ik heb er iets meer op en ik heb hoofdpijn. Ik heb één glaasje op, ik heb niks op en ik heb geen pijn. Maar aangezien wij nooit iets op hebben en nu wel, kan het daarvan zijn. Maar rode kolen? Een borreltje. Ja. Alcohol maakt meer kapot dan je lief is, jongens. Wat is er kapot dan? Afgezien van de paar heeft zelf. Hey Jessie, hoe vond je jouw verjaardagsfeest gisteren? Leuk. Ja, wat waren er veel mensen, hè? Poeh! Laat eens even zien wat jij hebt gehad voor je verjaardag allemaal. Jeetje. Wat ongelooflijk veel. Dat is toch niet normaal. Wauw. En snoepjes. Nog eens even extra snoepjes. Ik wil hem openen. Een gitaar. Ik wil hem openen. Twee tenten. Ook nog eens allemaal grote dingen vandaag. En dan nog een heel gaaf boord. Wat voor bord was het ook weer, schat? Een skinboard. Een skinboard? Nee, iets anders. Maar het is voor op het water, hè? Zo. En, onder water? Nee, voor op het water. Ja. En een Harry Potter spel, een Harry Potter outfit, een toverstok, smart games, poepspel, puzzels, allemaal spelletjes, Lego. Nou. Te gek allemaal, hè? Bof komt. Nou, we gaan het huis een beetje aan kant maken. En hebben we gisteren gelukkig al een stukje gedaan. Olaf en Marcelle komen vandaag nog even gezellig. Jesse die wiebelt even met z'n kont. Ja, zo heb je toch ineens veel meer ruimte, hè? Maar ja. Het is niet heel handig met tv kijken als we hem zo hebben staan, dus ja. Oh, kom ook al meteen snoepjes uit. Nou, koffie. Goedemorgen. Ik heb slecht geslapen. Dus Silver die dacht ook om 5:30 van joh, kom er gewoon uit. En ik ga vandaag een dagje examineren. Dus ik moet wat verder weg gaan rijden. Dus we moeten vroeg op. En nou, gelukkig kunnen de buurtjes Jessie Silver naar school brengen. Dat is heel erg fijn. Want Sergio is vandaag begonnen op zijn nieuwe baan. Dus het was even logistiek een uitdaging. Maar gelukkig hebben wij hele lieve buurtjes. Het is 1 maart. En dat betekent weer de eerste van de maand. En dat betekent weegdag.
We vinden het wel een beetje spannend, want we hebben in februari niet zo heel goed gedaan qua eten. We zijn natuurlijk naar Londen geweest, nou, daar hebben we niet opgelet. Aan de andere kant hebben we er wel weer veel gelopen. Maar we hebben ook de verjaardagen gehad van Jesse Silver. Dus eigenlijk hebben we allebei het gevoel van, we mogen heel blij zijn als er überhaupt iets af is. Vorige maand was natuurlijk heel erg veel wat er af was. Ik hoop dat er in ieder geval iets vanaf is. En dan zijn we blij. Ik ben begonnen op 81,15. Oh my god. En na januari was het 76,40. Nou, er is gelukkig wat af. 75,25. Niet zoveel als ik zou willen, maar goed. 1 kilo, 1,20 kilo. Nou, we doen het mee. Goedemorgen. Het is één dag na 1 maart en ik heb een beetje stout gedaan. Want we hadden gezegd dat we maar 1 keer in de maand zouden wegen. Maar ik had gisteren een beetje een slechte dag. Ik voelde van alles in mijn lichaam en daardoor raakte ik weer echt totaal... gewoon in een gespannen humeur, om zo maar even te zeggen. Dus Sergio die is heel erg lief geweest en die heeft is heel mijn lichaam gaan masseren en me in ontspanning gebracht, waardoor ik nu eigenlijk ook op dit moment niet hetgene voel wat ik voelde, waardoor ik eigenlijk weer een beetje paniek raak. Dus ik heb echt de beste man ever. Maar goed, dus ik heb een beetje, we hebben een toetje gegeten en dat soort dingetjes en ik heb wat chocolaatjes gegeten. En dat is natuurlijk niet het einde van de wereld, maar we zijn bezig om proberen wat gezonder te gaan eten. En sowieso hebben we gezegd dat we onszelf wat minder dingen gaan ontzeggen nu we ook eigenlijk volop aan het sporten zijn. Dus dan kunnen we het ook beter volhouden. En ik heb dat gevoel ook wel echt dit keer, dat ik echt denk, ja... Ik voel me iets minder schuldig als ik dan iets pak en ik sport en dan voel ik me goed bij. En ik heb ook veel meer het gevoel dat ik het steeds gewoon wel weer terug kan oppakken in plaats mezelf helemaal dan weer te verliezen in al het slechts. Dat gezegd hebbende, gisteren woog ik 75,25. En dat betekende dat ik dan sinds vorige maand 1,2 kilo of zo, of 1,15 kilo zou zijn afgevallen. Wat ik al zei, Londen, verjaardagen, bla bla bla. Dus niet zo gek. Dus ik was al heel blij dat er iets van af was. Maar toen dacht ik ga toch nog een keer vandaag op de weegschaal staan. Want ik was gewoon even benieuwd wat het nu zou zeggen nu ik een beetje slecht had gegeten. Guess what? Ik weeg nog minder. Ik weeg 74,75. En dat betekent, ten eerste, ik ben onder de 75, dat ik in totaal nu, na 2 maanden, 6,5 kilo kwijt ben. En dat wilde ik toch even met jullie delen. We gaan, vandaag gaan we naar Anja toe. Want die is jarig vandaag, dus we gaan naar Tilburg en ik ga lekker zwemmen met haar en Jesse Silver. En Sergio gaat naar zijn stiefvader om een beetje te trainen. Dag schat, waar zijn we? Hey, we zijn bij Mr. Meat in Tilburg. Want de rodeo's... You look fancy. Thank you. Want rodeo zit vol. Ja. En dan word je toch een soort van gedwongen om even wat anders te proberen. Ja, dat is en dat wel leuk. Pakt goed uit. Ja. Ik heb hier nog gedanst. Oh ja? Ja, oké. Okay. Dansjes en... Waar niet, zou je bijna kunnen zeggen, maar dat is... Maar dat hoeft niet iedereen te weten. Jeugd, vroeger. Rek. Ja, Mr. Meat. Dat is een lekker aperitiefje. Lekker. Van vlees met iets met wasabi mayo en een snufje zout. En dan gaan we eventjes wat lekkers uitzoeken. Deze maken. Ja. Nou, bon appetit. Merci. En zo meteen krijg je nog patatjes en er komen allerlei lekkere dingen. Oh, snufje. Heel lekker.
Ja, dat was ik ook even. Oh. Oh. We laten alles leven in de gloria. Gloria. In de gloria. Hip en hip. Hoera. Hoera. Hallo. Hallo. Zo, nou, we zijn nog even naar een verjaardag geweest vandaag op de zondag. Ja, dit was een heel weekend voor verjaardagen. Ja. Verjaardagsweekend. Verjaardagsweekend, ja. Gisteren was je moeder jarig. Ja. Vandaag... Hebben we wel heel, heel lekker gegeten bij Mr. Meat in Tilburg. Ja. Grillrestaurant. Met gastronomisch gastronomie. Het zag er leuk uit. Leuke bediening. Leuke entourage. En heerlijk op smaak gebracht eten. Het was gewoon... Normaal gesproken heb ik altijd iets op mijn klaagzang. En vraag ik altijd peper en zout eigenlijk al voordat we beginnen met eten. En dat heb ik dit keer niet gedaan. En ik was het eten en toen dacht ik... Ik heb helemaal geen peper en zout nodig. Ik heb helemaal niks om te klagen. Wat is dit lekker? Was even wennen, hè? Even niks om te klagen. Voor jou vooral, hè? Ja, ja, dat wou je zeggen, hè? Ja, dus dat was super, was leuk. Ja. En vandaag dus de verjaardag van Kane. Nou, verstop je mij. Atjoe. Verjaardag van Kane, dus we zijn even naar Beverwijk gereden. En daarna weer door terug hier naartoe. Want dan hadden we ook nog een verjaardag van... Van een collega waarvan de drie kinderen tegelijkertijd gewoon, huppakee, de verjaardag werd gevierd. 4, 6 en 8. Huppakee. Had ze flatsie. Nou, Jessie was aardig moe. Oh ja? En wij ook. Maar, ik ga toch de vlog voor jullie maken. Dus, hopelijk vonden jullie toch weer een leuke vlog. Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Dat wordt mijn nieuwe woord, denk ik. Abonneren. Vergeet niet te abonneren. En ja, belletje aan te zetten. Ja, inderdaad. Zodat je weer alle video's meekrijgen als we weer iets uploaden. Hebben. En dan zien we jullie heel graag. Vraag, tuurlijk. Heel lekker. Oh, mensen. Tot de volgende video. Ja, dit was... Oké, ciao, 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 ciao. Ciao. Ciao.